Goedemorgen dames en heren, super tof dat jullie weer kijken naar een nieuwe vlog. Mijn naam is Björn en het is nog best wel vroeg. Zonnetje is ook eigenlijk net boven gekomen. We gaan een stukje rijden. We hebben nou net uitgecheckt in dit hotel. Ik zie dat ik heel erg glim, maar dat komt door mijn zonnebrand. 400 kilometer heb ik al begrepen. En het eerste uurtje stoppen we, of na het eerste uurtje stoppen we en dan gaan we een bezoek brengen aan het een zomerpaleis van de koning. En daar gaan wij weer een bezoek brengen aan een tempel. Dus we gaan onze spulletjes pakken, we gaan de bus in en dan gaan we rijden. Ik heb het al een keer gehad dat hij naar beneden donderde. Wat zei je? Ik zeg, ik heb al een keer gehad dat hij naar beneden donderde. Zo dames en heren, we zijn inmiddels aangekomen bij het zomerpaleis van de koning. We krijgen hier een klein beetje een uitlegje over het terrein hier zo en wat er allemaal te zien is. En dat zal ik jullie eventjes delen. Ik ben heel erg nieuwsgierig, want het ziet er tot nu toe eigenlijk best wel clean uit. Wat me eigenlijk opvalt aan dit zomerhuis is dat het een beetje Amerikaans is. Als je zo hier achter kijkt of wat dan ook, het lijkt wel echt Amerikaanse gebouwen. En ze doen, is die net gestopt, dat is jammer. Dit grasveld, dat doen ze het bladblazen zeg maar, dat doen ze met de waterslang, die ligt hier zo. En deze meneer die was er net mee bezig. Maar ja, er ligt dus een hoopje bladeren en die blaast hij eigenlijk zo weer verder. Dat is wel op zich gunstig, want dan heeft hij en water meteen gegeven en het is allemaal schoon. Maar ja, net als dit vind ik, ik ben er zelf nog nooit geweest, maar dit ziet er toch hartstikke leuk uit. Maar ja, het is wel denk ik echt typisch Amerikaans. Nou, we zijn aangekomen bij een van de aller oudste tempels. Je kunt het al een klein beetje zien aan de achterkant van mij. Hier heeft de natuur een klein stukje gevonden van de mens. En er is zelfs een Boeddha gewoon in een boom helemaal door begroeid, zeg maar. En daar is alleen het hoofd nog van zichtbaar. Dat is wel super bijzonder natuurlijk.
Je merkt ook hier, of je kunt heel erg goed zien dat, dat ze nog niet vroeger van funderingen hadden gehoord, zeg maar. En daardoor zijn sommige gebouwen schuin aan het gaan. Ja, leuk. Leuk om te zien hoe het daar ja, de jaren eigenlijk zo aan toe gaat. Heel bijzonder. Dames en heren, dit is echt wel super tof om hier te mogen zijn. Het is zo gigantisch groot. Het loopt nog helemaal daarachter door. Dit is ja, prachtig. Prachtig is dit. Het spreekt mij meer ook meer aan. En je hebt dat Disney gevoel, zeg maar. Dat Jungle Book, zeg maar. Dat gevoel heb je ook echt helemaal zo hier. Met die, alles is begroeid, zeg maar. Dan zit er eentje heel erg te vervelen. Maar dat alles zo mooi begroeid is en zo, dat is, ja, ik kan er echt van genieten. En zo ontzettend jammer dat we hier gewoon doorheen moeten rennen. Dus ik hoop echt dat ik echt zulke mooie shots heb gemaakt. Dus ja, moet ik nog eventjes wachten. We zijn hier achter het gras aan het maaien, ook dat moet natuurlijk gebeuren, maar dat is niet ten goede van mijn vlog om het in dit geval te zeggen. Ongelooflijk, dames en heren, echt ongelooflijk hoe mooi dit is. En heel de groep die geeft eigenlijk allemaal hetzelfde aan van zo zonde dat wij hier maar 20 minuutjes mogen zijn, vergeleken met vanmorgen. En dat was ook hartstikke prachtig natuurlijk, maar vanmorgen waren we daar echt misschien wel anderhalf uur of wat dan ook en daar hadden we eigenlijk liever andersom gewild. Ja. Keuzes. Zo, dames en heren, we zijn inmiddels aangekomen in het andere hotel, het nieuwe hotel. We hebben zojuist lekker gegeten. Echt heel erg lekker was het. We hadden een ananas helemaal uitgehold, om het zo maar eventjes te zeggen. En daar hadden ze echt een hele maaltijd ook in gemaakt en dat was echt super lekker. Ja, nieuw hotel. We gaan hier maar een nachtje slapen.
Ja, we zitten eigenlijk langs een rivier. Je ziet het hier niet, maar hier heb je die rivier in ieder geval. Die stroomt ook best wel aardig. Die zullen we morgen zien. Ja, het is net 7:50 geweest. We gaan niet veel meer doen eigenlijk. En ik denk dat we gewoon lekker naar onze kamer toe gaan. Onze koffer staat daar ook klaar. En dan gaan wij eventjes de douchen, denk ik. En dan is het bedtijd. Oké, ik ga afsluiten. Ik hoop dat jullie een leuke vlog hebben gezien. Ik vond in ieder geval de middag veel leuker dan, dan het ochtendprogramma. Ik hoop dat jullie dat ook leuk vonden. Doe zeker dat duimpje eventjes omhoog. Mocht je nog niet geabonneerd zijn op mijn YouTube kanaal, maar wel leuk vinden om mijn vlogs te zien, doe eventjes abonneren. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Bye!